BNP Paribas Fortis stelt voor. Ja, de hoofdrol zijn eigenlijk kinderen. We hebben twee sprongen in de tijd. Dus de hoofdrol van de kinderen zijn wanneer ze ongeveer 13, 14 jaar zijn. Dat is ingevuld door Engels sprekende kinderen in Hongarije, dus die daar wonen. De volwassen hoofdrol wordt gespeeld door Jerry Killick. Dat is een Engelse acteur. Theateracteur vooral, maar waar Wim de laatste jaren verschillende voorstellingen op zijn film Monkey Sandwich mee gemaakt heeft en echt een klassenbak. Zijn tegenspeelster is Nathalie Broods, die de moeder speelt van de moeder, een van de moeders in de film. Daarnaast hebben we een Hongaarse steractrice, Orsi Tot. Hier kent niemand die, maar daar is er wel een naam. Ja, en nog een paar rollen die ook meekomen uit Wim zijn verleden van theatermaker. Damien Chapelle is nu een gevestigde acteur in Frankrijk aan het worden. Nog wat kleine rollen die ingevuld worden. Ja. En wat voor film moet dat worden? Je zegt van geen dansfilm. Nou, het is een verhaal over... families, over driehoeksrelaties, over verraad en verdriet binnen love affairs en familie, kinderen, volwassenen. Het verhaal is, ja, het is gewoon een dramatisch verhaal waarbij dat twee kinderen bij de geboorte worden gescheiden. Het meisje groeit op in een bourgeois milieu, in een rijk milieu, en braaf naar school. Het jongetje valt, als hij 2 jaar is, van een brug in de stad in het water. Iedereen denkt dat hij dood is, maar hij wordt gered door kinderen die naast de rivier, homeless kinderen, een soort gang zijn. Hij wordt gered door hen. En 9 jaar later ontmoeten het meisje en de jongen elkaar toevallig opnieuw en ze voelen iets van voor elkaar, maar ze weten niet hoe dat te plaatsen. Het meisje wordt dan verliefd op de jongen, een heel prille liefde. Maakt daar ruzie met haar ma. Op het moment dat ze het weten, komt dat haar ma eigenlijk niet haar echte moeder is, maar haar adoptiemoeder, als het ware. En is dan zo kwaad en op het moment dat ze dan die jonge bende ontmoet, heeft ze daar zo'n soort bewondering voor en heeft ze wat. Strap het af thuis en ze wilde ook bij die kinderbende. Wat natuurlijk niet zo vlot verloopt, maar. Ja. Ja, het is een hedendaags verhaal over liefde en leed in een moderne maatschappij. Een humoristische komedie? Nee, humoristisch is het niet. Ja, er zal wel humor in zitten en zo, maar geen dans. Dus. Ja. Maar bon, het is een heel productioneel is echt een hele zware film. We hebben kinderen, alle dingen die je eigenlijk in het begin heb ik geleerd van daar moet je best niet aan beginnen. Dat is water, kinderen en dieren. Bon, we hebben paarden, kinderen en water en soms de drie elementen samen. Ja. Nee, dus er komt wel heel veel risico bij met de pas. Kunnen accidenten gebeuren, je kan veel tijd verliezen, kinderen niet mee willen, omdat de kinderen moe zijn, dus moet je wel goed oppassen. Maar ik denk dat het er heel goed gaat uitzien en iets kan worden wat we hier in Vlaanderen nog niet gezien hebben. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.